Brabantse jongeren poseren op sociale media als Instagram met wapens, drugs en messen. En zo proberen ze zichzelf een stoer imago te geven. Het gaat om tientallen jongeren en ze hebben vaak duizenden volgers. Ze noemen zichzelf strijders en straatsoldaten en hebben een hekel aan de politie. Jongeren imponeren elkaar met nepvuurwapens, munitie en drugs. In talkshow Kraak vertelt criminoloog Jeroen van den Broek dat het de jongens alleen maar gaat om status. Dat zijn jonge jongens die net als jij en ik in die fase van hun leven op zoek zijn naar houvast, naar hun eigen identiteit. En zij zoeken dat voor een groot deel op straat en zien in dit soort jongens weliswaar hele negatieve, maar wel rolmodellen. Jongens waar zij zich gaan spiegelen, die zien jongens in dure auto's rijden, die hebben de meisjes, die lopen met vuurwapens. Nepvuurwapens moet erbij gezegd worden, want dat zijn het meestal. En dat is extra dom, want de politie ziet het verschil niet. Als je met zo'n wapen rondloopt, je komt de politie tegen, dan loop je het risico dat ook wij ons wapen gebruiken. De jongeren die dit soort filmpjes plaatsen lopen dus grote risico's. En bovendien zijn vuurwapens, ook nepvuurwapens, hartstikke strafbaar. Dat is verboden en dat zullen we dus afpakken. En sterker nog, er staan hele hoge straffen op. En wat de politie eraan doet is in ieder geval dat monitoren van die social media. We hebben daar een team voor, dat zit bij de landelijke eenheid. Belangrijk dat ze die signalen online serieus nemen en dat ze daar duiding voor zoeken. Want juist de politie heeft heel veel andere informatie over mensen, zoals een crimineel verleden. En op die manier proberen te duiden wat er daadwerkelijk gebeurt. En op die manier ook in kunnen schatten wanneer het belangrijk is om een instap te doen en wanneer niet. Gebeurt dat genoeg? Nee, in mijn ogen nog niet. De politie zegt dat het lastig is deze jongeren op te sporen. Daarvoor is soms ook toestemming nodig van de officier van justitie. Op onze site leest u hier meer over.